Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik, nou, daar zijn we weer. En deze keer wil jij een oplossing voor het energievraagstuk. Ja. We kunnen niet zo door blijven gaan met CO2 uitstoten. En bovendien raakt de fossiele brandstof een keer op. Die oliebronnen die drogen op inmiddels. Ik dacht dat ik je uitvoerig getoond had dat CO2 geen thema is, maar energie wel. Ja, nou, er is toch wel wat aan de hand hoor. Het is ook geen wonder dat onze moeder jou verstoten heeft. Maar goed, wie vertelt ons dat die olie bijna op is? Wie kan dat weten? Het is om te beginnen in het belang van de producenten om te doen alsof er een beperkt aanbod is. Een aanbod wat eindig is. Hoezo? Vanwege vraag en aanbod. Ene meneer Rockefeller, een oliemagnaat, die is in het einde van de 19e eeuw is die naar een geologenconferentie in Zwitserland gegaan. Die heeft daar de heren geologen ingefluisterd dat olie een fossiele brandstof is. Nou, die zijn het gaan geloven en gaan herhalen. Zoiets noem je dan een meme in de communicatie. Dat is er goed ingegaan en nu gelooft dus de hele wereldpopulatie dat er een einde gaat komen aan het aanbod van aardolie. Heel goed geslaagd. Zijn bedrijf heet tegenwoordig trouwens Exxon. Nou, het is waarschijnlijker dat aardolie ook door de aardkorst wordt aangevuld en dat je kunt spreken van wat heet abiotische olie. En desondanks kan het geen kwaad om zuinig om te springen met olie en benzine. Abiotische olie. Ja, bekijk het filmpje. Ja, toch is olie een bron van vervuiling. Kijk naar die lekkende pijpleiding in Nigeria. Ja, voor de pomp is het inderdaad niet erg fraai. Maar na de pomp valt dat nog wel mee hoor. Wat mij veel meer stoort, dat zijn die oorlogen die worden gevoerd vanwege olie. Maar je denkt toch niet werkelijk dat het Libische volk bevrijd is en dat de Amerikanen op dit moment in Oeganda er zijn om meneer Kony op te pakken? Het zal eens niet. En voor de kust van Syrië ligt een monster van een gasveld genaamd Leviathan. Follow the pipes. Luister eens een keer naar de No Agenda Show. Daar steek je wat van op. Dus je bent het met me eens dat we moeten naar meer duurzame energie. Naar windmolens en zonnepanelen. Nee dus. Als ik naar de Uithof ga. Naar een bijeenkomst met allemaal groene types. Zo'n 85 mensen in totaal. En er wordt in die zaal wordt gesteld dat er nog geen zonnepaneel is wat zijn geld heeft terugverdiend. Is de hele zaal stil. En dan moet je weten dat het met windturbines nog veel droeviger gesteld is. Die gaan nooit renderen. Dus al die mensen en die bedrijven die erin investeren, die doen er voor niks. Geeft uw bedrijf een groen imago. Zo werden windturbines in Ahoy op een milieubeurs aangeprezen. Milieubeurs waar ik was. Ze werken dus niet werkelijk. Behalve dan voor een groen imago. Nee, ze draaien vooral op subsidie. En dat geldt voor zonnepanelen op dit moment ook nog steeds. En die subsidie die moet opgebracht worden door dus de rest van de samenleving voor enkele burgers en bedrijven. En er zitten veel grote bedrijven bij, vooral onder de producenten van dit soort technologie. Dat is dus ten koste van de samenleving. Niet zo. Dan is er minder uitstoot. Ja, daar gaat hij weer. Er is per saldo energieverlies en dus meer uitstoot van dat CO2 waar je nog steeds aan vasthoudt. Ja. Wat wil je dan? Meer kerncentrales? Als dat eens zou kunnen, laat het dan kernfusie zijn. Heb ik over gehoord, maar daar zijn we nog lang niet. Hè? Hete kernfusie is hobbyisme. Maar ondertussen zijn er wel mensen die zeggen dat ze koude kernfusie voor elkaar hebben gekregen. Onder andere de Italiaan Andrea Rossi, die zelfs al een project verkocht heeft. Ja, of het waar is, dat is van hieruit wat moeilijk te bepalen. Als dat zo is, dan zou ik het wel in mijn kwaliteitskrant lezen.
Nee, dat zul je niet. Want er is een afhankelijkheidspositie her en der. Die journalist bijvoorbeeld, als hij het niet snapt, dan gaat hij naar een autoriteit zoeken. Zo'n autoriteit, dat kan bijvoorbeeld een wetenschapper zijn, die al jarenlang schrijft over de verschillende vormen van energie die in theorie of praktijk mogelijk zijn. Dus die heeft daar al een afhankelijkheidspositie. Aan de andere kant kan het ook zijn dat die wetenschapper ingebed is in de industrie waar die voor werkt. Dus hij zal op geen moment gaan erkennen dat iets wat tot dat moment onmogelijk werd verklaard, dat dat toch mogelijk is. Daar wint hij niks mee. Nee, wie echt iets nieuws wil zien, die moet op het grote boze internet zijn. En er zijn meer mensen bezig met nieuwe vormen van energieopwekking. Vaak onder de noemer nulpuntenergie of vrije energie. Zo is er een demonstratie bij de TU Delft geweest van een Turkse uitvinder die een magneetmotor had gemaakt. Dat was een motor waar meer energie uitkwam dan erin ging. Ze hebben dat ding uit elkaar gehaald en er was niets aan te ontdekken wat op vals spel wees. Een perpetuum mobile. Dat bestaat niet. Ja. Wat als onze energiewetten, onze natuurkunde gewoon niet klopt? Wat dan? En er gebeurt nog veel meer. Ik ben zelf bijvoorbeeld een keer geweest bij een demonstratie van een geet, zoals dat dan heet. Ja, daar was verder ook helemaal niets aan faal spel aan te ontdekken. Maar het is voor die uitvinders wel van belang om heel voorzichtig te manoeuvreren. Want ze nemen het op tegen de energiemarkt, waaronder de oliemaatschappijen. En dat is een markt die niet zomaar even het geld uit de buidel laat stoten. En dus weren ze zich. Ze doen er alles aan om te voorkomen dat mensen dus thuis hun eigen elektriciteit kunnen opwekken op een goedkope manier, of tegen lage kosten een auto kunnen rondrijden. En met groot succes, want er komt tot nu toe nog geen donder van tot stand van die hele energiebesparing. Nou, oliebedrijven zijn op punten ook met duurzaamheid bezig, dat zie ik wel. Krokodillentranen. Oliemaatschappijen hebben een groot aantal patenten waarmee ze in één klap bestaande technologie veel zuiniger kunnen maken. En nogmaals, Shell had in 1972 een klein Opeltje, een autootje wat 1 op 159 reed. Waar is dat ding nu? En General Motors had destijds de elektrische auto EV1 met accu's, waarvan ze de patenten uiteindelijk aan Texaco hebben verkocht. Daar heb je een punt. Meer dan dat. Ons staatshoofd roept ons op met haar kersttoespraak om toch vooral heel goed voor het milieu te zorgen. Maar datzelfde hoofd zit dik in de aandelen Shell. Nou, zou ze niet meer kunnen doen dan gewoon de beurskoers volgen? Of zou ze nog wat meer kunnen doen met haar aandelen? Dus dit is het speelveld zoals ik het zie. Aan de ene kant conventionele energieopwekking met steenkolen, gas, olie. Eventueel een kerncentrale met kernsplijting. Aan de andere kant wat heet duurzame energie met zonnepanelen, windturbines en nog wat exotischere vormen van groene energieopwekking. Ondertussen gaat het stoken van wat heet fossiele brandstoffen. Gaat onverminderd door tot grote vreugde van de aandeelhouders. Daar gaat het uiteindelijk om. Die ook hier geïnvesteerd hebben. Zal ze een biet wezen. Verder buiten beeld, maar in kleine schuurtjes zijn uitvinders bezig met energie opwekken. Zoals dat tot voor kort helemaal niet mogelijk verklaard werd. Maar ja, wie had er geloofd dat er een auto is die 1 op 159 rijdt. Vandaar zien is geloven. Ga het vooral zelf bekijken, geloof niks. En je zou kunnen beginnen met de clips die hieronder vertoond worden. Bedankt voor je aandacht.